Goeiedag. Vanochtend kon in het noorden van het land al een dun laagje sneeuw gevonden worden. En de komende tijd is dat voor meer plekken in het land weggelegd. Maar er bestaat ook nog wel wat onzekerheid over waar die sneeuw precies gaat vallen. En daar gaan we in dit weerbericht even in detail naar kijken. We maken hier in de Weerkamer gebruik van verschillende weermodellen die allemaal subtiele verschillen hebben. En ik heb er nu even twee meegenomen om die vergelijking te maken. Dit zijn hoge resolutie weermodellen die het meeste detail geven. En dan begin ik even met dit model. Dit is een Duits weermodel en dan pakken we de situatie even op maandagavond. En dan hebben we met neerslag te maken, maar dan valt neerslag nog in de vorm van regen. Deze strook met neerslag gaat in de avond vanuit het westen richting het oosten trekken. We zien af en toe al wel wat roze verschijnen. Tijdens een intensieve bui kan er al wat natte sneeuw vallen. En die regenzone blijft vervolgens dinsdag slepen boven het midden en zuiden van het land. En op steeds meer plaatsen gaat de regen dan over in natte sneeuw. We zien dat hier helemaal over het zuiden en midden van het land uitstrekken. En pas in de nacht van dinsdag op woensdag trekt dat hele zaakje weg naar het zuiden en verlaat dan geleidelijk de Limburgse heuvels. En dan wordt het overal weer droog. Maar als we dan even naar het tweede model gaan kijken, dat is een Nederlands weermodel, ook zo'n hoge resolutie weermodel, dan ziet de situatie op maandagavond er heel vergelijkbaar uit. We zien ook die strook met regen van west naar oost over het land trekken, af en toe wat roze in de kaart, maar dit is overwegend regen. Dat blijft dan slepen boven het zuiden van het land en daar zien we dan vooral in het zuiden en uiterste zuidoosten die roze kleuren terugkomen. Dus dit model heeft op een veel kleinere schaal die sneeuwval, daarna komen van uit het noordwesten nog wat winterse buien over. En we zien hier ook hoe in de nacht van dinsdag op woensdag de sneeuw naar het zuiden wegtrekt en het overal dan weer droog wordt. Dus die vergelijkingen bestaan er, die verschillen zijn er. En dat levert in de weersymbolen vervolgens dit plaatje op. In de avond, maandagavond vanuit het westen dus op steeds meer plaatsen regen. Tijdens een intensieve bui al wat natte sneeuw of hagel. Temperatuur ligt dan nog overal boven het vriespunt. We hebben met een zuidelijke tot zuidwestelijke wind te maken. En dat komt omdat een lage drukgebied richting Denemarken trekt en daardoor kantelt de stroming tijdelijk bij ons. Vannacht trekt die regenzone verder over het land, richting het oosten tot zuidoosten. Ook dan blijft er af en toe wel kans op wat winterse neerslag. Temperatuur blijft door de enorme hoeveelheid bewolking wel boven het vriespunt. En we zien de stroming geleidelijk al een beetje weer van het zuidwesten richting het westen tot noordwesten kantelen. Morgen overdag, dan blijft die regenzone boven het zuiden, misschien net midden van het land, slepen. En daar is dan ook de grootste kans op natte sneeuw en sneeuw. En vooral later op de dinsdag in de namiddag en avond, in het zuidoosten dus kans op accumulatie van een paar centimeter. Daar dus de grootste kans op de vorming van een dun sneeuwdek. In het noorden van het land bestaat het weerbeeld meer uit winterse buien, met tussendoor ook zon. Daar kan het tijdelijk eventjes wit worden door zo'n winter. Maar temperaturen van 4 of 5 graden boven nul zorgen ervoor dat het niet zo lang blijft liggen. Maar tijdens zo'n winterse bui of zo'n periode met neerslag in het zuiden is het gevoelsmatig echt een stuk kouder. En de wind draait ook weer terug naar het noordwesten. Dus morgen vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kans op een paar centimeter sneeuw. En in het noorden vanaf de Noordzee nog een paar winterse buien.